Breda Nu. Je weet het meteen. Waarom deze vrijwilligersmarkt? Omdat we heel graag willen dat jongeren kennis gaan maken met vrijwilligersorganisaties, met vrijwillige inzet. We hebben hier zoveel organisaties bij elkaar. We willen gewoon graag dat leerlingen in Breda zich gaan inzetten en weten wat er eigenlijk allemaal te doen is in al die verschillende sectoren. En wat is een beetje het aanbod wat hier allemaal staat? We hebben de sector natuur en milieu, we hebben kunst en cultuur, goede doelen en belangenbehartiging. We hebben sport en recreatie, welzijn, zorg en gezondheid. Dus echt, we zijn van alle markten thuis vandaag. Wat vindt u van deze vrijwilligersmarkt? Ik vind het echt super leuk dat we hier kunnen komen en allemaal dingen kunnen zoeken. En ja, het is gewoon leuk. En ja, ik vind het ook leuk dat Chattime hier staat. Echt super gezellig. En dat je, dat vind ik er dus van. Waar ben je een beetje naar op zoek hier op de vrijwilligersmarkt? Ik ben vooral op zoek naar dingen doen met kinderen en helpen met kinderen helpen. En ja, dat is gewoon wat ik altijd al heb willen doen. We zijn van Breda Actief zelf en wij doen de sportkant van Breda Actief. Dus de sportactiviteiten in de wijk en in de vakanties, de X-Kids activiteiten, Koningsspelen. Voor die activiteiten zoeken wij vrijwilligers. En wat kunnen de stagiaires doen bij jullie? Ze kunnen groepjes begeleiden, ze kunnen wedstrijdjes fluiten, ze kunnen kinderen met een beperking begeleiden tijdens een activiteit, samen met hun een activiteit doen, die kinderen coachen. We zijn op zoek naar Zwarte Pieten voor de Zwarte Pietengym. Wat hebben we nog meer? Koningsspelen, de Koningsspelendag. Ja, dat is een hele grote dag met heel veel organisatie. Ja, er zijn heel veel handjes voor nodig. Dat zijn een beetje de vacatures die we hebben. Op welke school zitten jullie? Markhagen, alle twee. Ja. In dezelfde klas. Ja, HAVO 4, B. Ja. Is het een leuke school? Ja, ik vind van wel. Het is een cultuurschool en we hebben samen een podiumklas gedaan. Dus dan, dat is wel iets voor heel cultureel, maar ja. Oh. En jullie zijn hier op de vrijwilligersmarkt. Waar zijn jullie een beetje naar op zoek? We kijken maar gewoon wat we allemaal tegenkomen. Maar dit is het tweede ding waar we staan bij de Chattime. Maar net waren we bij de Spelotheek en dat is met kinderen en zo. En dat leek ons ook wel leuk. Gewoon, ja, weet je. En misschien bij de Pelikaan met sport. Gewoon, we kijken wel wat we zien. Ja, precies, en dan, wat we leuk vinden, ideeën opdoen en zo. Ja. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while... Breda Nu. Je weet het meteen.